Hallo iedereen. Ik had gisteren een broek gemaakt voor Ode en ik had nog een klein stukje stof over. Dus ik heb het simpelste rokje gemaakt dat je kan maken. Maar ik wil het toch een keer vermelden, want het is zo. Het is soms zo dat mensen bang zijn om hun eigen patronen te tekenen of om zelf iets te gaan proberen. Maar in principe moet je ervan uitgaan, als je het niet probeert, kan je het niet weten. Hè? Dus je gaat moeten dingen proberen om dan waarschijnlijk ook iets te hebben die mislukt. Maar dat is een beetje heel het proces. Dus ik heb een rokje gemaakt voor Ode. Een heel simpel rokje met een rechte tailleband. Je ziet dat er hier een naadje in mijn velour zit. Omdat ik dus niet genoeg stof had, hé, want de broek was al uit de stof geknipt. Dus ik heb een beetje moeten zeuren. Maar ik vind dat je het niet echt super goed ziet. Van ver valt het eigenlijk zo goed als niet op. En je moet rekenen dat ze daar ofwel een truitje insteken, ofwel een truitje op hebben. Maar het is dus een super, super simpel rokje met fronsjes. En met een blinde rits achteraan. Dus eigenlijk is dit rokje niet meer dan de tailleomtrek. Met de hoogte van de band, dus de tailleomtrek rondom rond meten. Dat knip je in een recht stuk met een vouwtje hier aan de bovenkant, zodanig dat je daar geen naadje hebt, want dat is een extra stikbewerking. En als dat niet nodig is, dan hoeft dat niet. Maar je kan bijvoorbeeld ook, om stof te besparen, de binnenkant dan in een ander stofje doen en toch een naadje maken aan de bovenkant. Stel dat je ergens nog stukjes stof liggen hebt of je hebt restjes, dan is dit een super, super simpel modelletje. Gewoon de tailleomtrek of de plaats waar je kind het rokje of de broek gaat dragen, die omtrek knip je in stof met een vouwtje of zonder vouwtje. En dan ga je daar eigenlijk een rechte strook gaan aanzetten. Die strook ga je gaan fronsen en stik je aan de tailleband. En achteraan steek je gewoon een blinde rits. Of je kan hier ook zonder blinde rits werken, een beetje meer extra ruimte op die tailleomtrek meten en een elastiek erin steken. Maar ik vind het wel mooi als de tailleband heel mooi plat is, zodanig dat je frontjes hier enkel aan de onderkant zitten. Wat doe je dan voor de zoom? Je knipt gewoon 2 à 3 centimeter aan, naar gelang wat dat jij wil. Maar je moet rekenen, als je een zoom maakt en je wilt hebben dat dat mooi doorvalt, dat dat stevig is, die zoom, dan is het mooiste resultaat met 3 centimeter. Je knipt 3 centimeter aan en je bestikt je zoom en je ziet dat dit deel gewoon perfect recht is. Waarom? Omdat het gewoon een rechte strook is. Je fronst het aan elkaar en je zet het aan dat taillebandje. En dat is het. Dat is het simpelste rokje ooit dat je gaat maken. Maar het is ook heel vlug gemaakt. En dat wil zeggen dat je al je stukjes stof misschien eventueel kan gaan hergebruiken. Of de stukjes dat je over hebt, dat je ze kan verwerken in een rokje. Heb je niet genoeg stof, kun je hier nog een naadje maken. Je kan werken met vierkantjes of een patchwork idee. Je kan lintjes opstikken. Je kan hier nog zakjes in maken als je hier een naadje maakt aan de zijnaad bijvoorbeeld. Je kan er nog zoveel mee doen. Je kan er allemaal strikjes op zetten. Je kan er pareltjes op zetten. Je kan hier aan de onderkant bijvoorbeeld met een speciale steek, een mooie siersteek aan de onderkant kan je gaan werken. Je kan er nog op borduren. Je kan van de richting veranderen. Je kan de streepjes, dit is nu velour bijvoorbeeld. Stel dat ik niet genoeg had, had ik eventueel mijn recht stukje patroon, die eigenlijk maar mijn rokje is, nog een keer verdeeld in aparte stukken en daar een patchwork idee mee uitwerken. Maar je kan superveel leuke dingen doen met dit hele, hele simpele rokje. En dat kost je iets. Dat kost je misschien een uurtje van je tijd. Maar je kan je inbeelden, als je dit rokje al 20 keer gemaakt hebt, hoeveel rokjes dat je kan maken in een dag. Dus zoek het niet altijd super ver. Maar wil jij natuurlijk leren patroon tekenen, dan is het vrij interessant om een keer te kijken op mijn website www.m-odea.be. Dus www.m-odea.be, Modea. En dan kan je eigenlijk gewoon leren patroon tekenen voor kinderen. En daar leer ik je het basispatroon, hoe je mouwen tekent, hoe je maten opneemt, hoe je pasfouten aanpast, hoe je communicleren maakt, hoe dat je leuke rugontwerpjes maakt, hoe dat je jasjes maakt, hoe dat je kleedjes, ruches, kraagjes, alles zit erin. En ook voor jongens, een hemdje, een jasje, een broek naar een jeansbroek, een basisbroek leren opstellen. Je leert alles wat je nodig hebt om je eigen kinderkledij te maken. En ik heb zelfs mensen die les volgen bij mij, die ook hun eigen merk hebben. Dus het is super waardevol om een keer over na te denken, om een opleiding te volgen voor kinderpatronen. En ja, ik kan alleen maar zeggen dat het superleuk is om te naaien voor je eigen kinderen, maar ik denk dat je dat wel door hebt. Dus zeker een keer kijken op de site en maak dit simpele rokje eens, want het is super simpel. En je kan het maken met alle restjes dat je liggen hebt.